Hallo dames en heren, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik ga meteen als eerste even een wasje draaien. Of nou ja, een wasje. Ik denk een was, deze hele mand. En nog een halve mand daar zit vol. Omdat ik dus nog niet echt een was heb gedraaid sinds ik terug ben van Turkije. En dat is niet zo handig, want nu kan ik niet douchen. Deed wel, er was nog één handdoek. En ik zei, weet je wat, ga jij maar. Ik weet niet wat ik hier wou doen. En dan ga ik later wel douchen als er een handdoek beschikbaar is. Wasmiddel ruikt echt zo lekker. Ah. Maar ik moet het toch in de wasmachine doen. Ik weet de tekst eruit. Oh, dat is heel vaak zo. Je een bepaald stuk ken je wel en een bepaald stuk niet. Op een gegeven moment houdt het op. Ja, inderdaad. Oh my god. Oh my god. God, she gave you things I didn't give to you. Dat zijn echt van die nummers en die raak ik gewoon nooit zat. Echt gewoon nooit. Die zou ik de rest van mijn leven blijven luisteren, want die zijn gewoon zo mooi. En Day en ik waren ze net heel erg fanatiek met meezingen. En don't judge me op mijn vocals of zo. Hoe zeg je dat? Zoiets. Je zingt prachtig. Dankjewel lieverd, ik hou ook van jou. Maar ik had al zoiets van, wow, het was echt niet normaal hoe erg ik soort van buiten adem was aan het einde van het nummer. Omdat ik deed het... En moet je nagaan hoe zwaar het gewoon is voor zo'n zangeres als Adele dus met dit nummer. Om dat gewoon live te zingen, hoe knap dat wel niet is. Gewoon weet je echt hoe zwaar bijzonder. Het is om you live te zingen? Ik vind het echt heel erg bijzonder. Maar knap. Ik vind wel, dat het, ik vind het tofste aan artiesten als ze altijd live blijven zingen. En niet gaan playbacken of dat soort dingen. Ja, ik vind het gewoon mooi om te zien dat je eigenlijk net zo mooi kan zingen live als dat de plaat is. Er zijn echt maar weinig artiesten die dat echt kunnen. En Adele is echt een van de weinigen die dat kan. Heel veel artiesten die kunnen natuurlijk in de studio kan je heel veel opnieuw opnemen of even pauze houden. Maar op het podium moet het gewoon in één keer goed gaan. En soms moeten ze anderhalf uur achter elkaar non-stop zingen. Ja. En dat moet je inderdaad maar kunnen. Maar zo, zeker. Adele is echt wel nummer één, gewoon voor mij. Daar sluit het mee af. En wij willen ook echt... Oh. Daar sluit het helemaal niet mee af. Oh. Wij willen echt heel graag een keer naar een concert van Adele. Zeker. Oh, dat lijkt ons super vet. En dit nummer is ook zo'n nummer, dat blijft gewoon echt voor altijd mooi. En dan heeft hij het over Turkije waar we net vandaan komen. We zijn naar de winkel gegaan, hier nu, met een reden. En ik zal... Hallo. En ik zal... Oh, u liep me achterna op. Ja. Oh, serieus? Ja, mijn zoon is helemaal big fan van je. Ja, hoe heet je zoon? Milan heet. Milan! Ja, Milan! Zo heet mijn broer ook, wat geinig. Dus, shout-out naar Milan. Shout-out naar Milan. En verder, hoe oud is hij? 13 is 13. Ja. Mag ik u filmen? Dan zeg je groetjes, Milan. Oh, ja. Ja? Kijk eens aan. Milan, ik sta hier met je moeder. En super tof, ze is me achterna gerend. Dus ik ga nu even een selfie maken met je moeder en hopelijk ooit ook met jou. Oh, wauw. Wat ik hier tegenkom. Oh my god. Dit? Eel. Moet mij echt... Eel? Vind je dit eel? Ja, ik wil dit. Snoepdoos. In ieder geval, dit kreeg ik altijd van mijn overgrootoma.
Rip overgrootoma is echt de liefste vrouw die ik ooit heb gekend van de hele fucking wereld. Schat van een vrouw. En dit kreeg ik altijd. En dat zal ik nooit vergeten. En daarom vind ik dit ook nog steeds zo lekker gewoon. Weet je wat en ik dat doet kreeg? Me altijd aan haar denken. Dat vind ik echt heel fijn. Ik kreeg van mijn overgrootoma kreeg ik altijd van die zwart-wit lollies. Van die lange. Die had hij altijd in de kast. En als we kwamen, lekker. Dan had hij die speciaal voor. Daarom hou je van zwart-wit. Ja. Dat is best wel lekker, die poeder. In ieder geval, wat ik nog wilde zeggen is dat we zijn nu in deze winkel met een reden dat we moeten iets kopen, willen wij hier weer weggaan van de parkeerplaats. Want je hebt hier zo'n kleine parkeerplaats en als je je auto daar neerzet, dan krijg je een kaartje. En dat kaartje kan je alleen afrekenen hier bij de kassa. Dus we zijn verplicht om wat te kopen. We wilden langs Mark gaan in Hilversum. Want ja, af en toe moet je gewoon langs je vrienden gaan, dat is gezellig. Alleen Mark is niet thuis. Dus ja, zijn we hier voor niks nu. We zijn voor niks naar Hilversum. Maar dat maakt niet uit, dat hadden wij maar even van tevoren moeten bellen. Maar we vinden het gewoon veel leuker van verrassing. Ja, en Mark is altijd vet moeilijk te bereiken. Dus die neemt nooit zijn telefoon op. Nope. Maar ja, dan doen we nu maar even een beetje boodschappen van wat we nog nodig hebben. Ik ga wel weg, maar verlaat je niet. Liefje. Daddy keek uit het raam van de auto en die zag een postbus, maar dan heel laag. En ik zei, waarom is dat? Dat zei Daddy. Dat is voor mensen in een rolstoel. Mensen in een rolstoel of gewoon voor lilliputters. En dat vind ik wel heel erg tof. Kijk, daar heb je het bijvoorbeeld. Het is ook wel voor mensen, oudere mensen die in zo'n karretje zitten. Gewoon mensen die niet echt meer makkelijk kunnen staan of er niet bij kunnen. En zo kunnen ze toch een pust op de bus doen. Pust op de bus. Vind ik wel heel erg tof om te zien. Rekening houden met iedereen. Ja. Liefde. Ja, we gaan. Wat doe je raar? Ah! Waarom neem je poezenvoer mee? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Misschien gaan we een poes kopen. Misschien ook niet. Ik heb een leuk idee. Ik ga deze kopen en die ga ik dan aan het plafond hangen en dan heb je de hele nacht wat te doen. Die dingen zijn helemaal niet voor mensen. Echt wel? Echt niet. Jij hebt ook een vogel. Doe maar een vogel na. Oké, je bent geen vogel, je bent gewoon een dinosaurus. Nu ben je een zombie. Nu ben je echt fucking eng. En nu ben je debiel. Nu ben je een paard. Nee, we gaan dit doen. Nu ben je een baby. We gaan de baby food challenge doen. Wil je dat doen met mij? Ja, is goed. Oké, dan nemen we allemaal hele vieze dingen. Wortel is echt ranzig. Macaroni schotel nemen. Godverdamme. We nemen ook lekkere, dat is fruit. Wortel, waar is wortel? Hier, druif, appel, persik en koek. Koek? Wat een combinatie. Hollandse special. Deze is wel super schattig. Van een poepie. 8 plus, dus wij mogen het. We nemen ook oma's overschotel. Oké. Oké, en moeten er nog één? Eén lekkere nog. Oké, fijn dat de camera zo snel scherp stelt, maar maakt niet uit. Fruitjoghurt. Oh, godverdamme. Jongens, de babyfood challenge komt Oké, doe er maar in. Ik heb ook een amandelstaaf. Dat is ook lekker. Ja, dat is lekker. Ken je dat niet? Wacht, hier. Ja, ik weet wel wat het is, maar ik vind het helemaal niet lekker. Ja, het is gewoon zo'n raar woord. Ja. Omdat er staaf in voorkomt. Wat maak jij toch altijd weer gezellig, Deetje. Goed, hè? Ja, heel goed gedaan. Heel erg gezellig. En dit ziet er echt heerlijk uit. We eten vanavond gewoon lekkere hapjes met een geitenkaassalade. Pauw! Ik heb zojuist een paar Minecraft minigames gedaan en het was echt super tof samen met Link, Jeremy en Milan en Dylan uiteindelijk ook nog. Dus ik heb echt heel erg veel plezier erin gehad. Deetje die is lekker uit geweest, die ligt nu echt net in bed. En ik denk dat ik nu ook maar naar bedje ga. Vandaag is allemaal zo snel gegaan, veel bezig geweest en heel even in de auto gezeten en toen was het ook alweer voorbij. Zo, die moesten echt even uit. Daardoor voelde ik me heel even beroerd. Hebben jullie dat ook wel eens? Of soms moet je een scheetje laten. Want als je dan heel erg veel buikpijn hebt, dan heel even...
En dan, ah, oh, nu voel ik me weer fijn. Yeah. Dat heb ik wel eens. Ik weet niet of ik de enige ben. Let me know. Verder gaan we de Baby Food Challenge morgen doen. Dus ik zou zeggen, kijk er alvast naar uit. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie hem tof. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En hopelijk checken jullie morgen allemaal fris en fruitig om 4 uur bij een gloednieuwe vlog. En dan zeg ik, zoals altijd, en ik switch even van arm. Dikke, vette peace. Knol Power.